In InDesign kun je door middel van dubbelklikken heel makkelijk tekst selecteren. Je hebt daar verschillende variaties bij. Ik pak mijn tekstcursor en klik in de tekst. Dubbelklik ik een woord, dan wordt dat geselecteerd. Klik ik 3 keer, pakt InDesign de regel. Klik ik 4 keer, pakt hij de alinea en tik ik 5 keer de hele tekst. Dit is de standaardinstelling van InDesign. Maar je kunt ook een andere instelling gebruiken. Wanneer ik in de voorkeuren van InDesign kijk, en dan bij de PC natuurlijk in het bewerken menu, voorkeuren, dan vinden we daar het onderdeel tekst. Hier staat 3 keer klikken om een regel te selecteren. Schakel ik die functie uit, geef ik dan OK, dan werkt de selectie als volgt. 2 keer klikken is het woord, 3 keer klikken is de hele alinea. En persoonlijk vind ik dit wel een fijne manier van werken, omdat je op deze manier ten eerste veel sneller alinea's kunt selecteren, maar het grote voordeel is ook dat je de H3-turn meeselecteert. En dat is toch wel belangrijk, wil je secuur met een tekstselectie omgaan.